Wethouder nam 7e editie van de Zangkorengids in ontvangst. In CODA kon je in gesprek gaan met je vooroordeel. Afgekeurd veld van AV34 gaat grondig op de schop. De Chinese vrouwenvereniging Apeldoorn bestaat 25 jaar. En Koningsdag in Apeldoorn druk en goed verlopen. Vrijdagmiddag nam wethouder Detlef Sizo het eerste exemplaar van de Zangkorengids in ontvangst. Dat gebeurde op het gemeentehuis in de werkkamer van de wethouder. Het is alweer de 7e editie van de gids, waar heel veel Apeldoornse koren in staan. Die gidsen die zijn bedoeld voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een koor. Die gidsen worden ook verdeeld over verschillende locaties, bibliotheken, gemeentehuizen, CODA, noem maar op. En als mensen dan geïnteresseerd zijn, kunnen ze zo'n boekje meenemen. En dan kunnen ze eens kijken wat die koren allemaal voor een genre hebben. We hebben natuurlijk zeemanskoren, we hebben kerkkoren, we hebben allerlei verschillende koren. En ze kunnen dan ook, die verwijzing staat in de korengids, naar onze website gaan. Daar hebben we een zoekmachine. En in die zoekmachine kan je dan aangeven op welke avond je vrij bent om te repeteren. Wat voor soort muziek je wil. Waar is de locatie van het koor waar ze repeteren. Nou, dat kan je allemaal invullen en dan komen er één of meerdere koren uit. En dan is de bedoeling dat je contact opneemt met die koren. Want die telefoonnummers staan erbij van het contactpersoon. Om een afspraak te maken om eens te gaan luisteren op een repetitieavond. En als je dan bevalt, dan kan je erbij. Het is een hele mooie gids, maar is het niet achterhaald om het toch om een gids uit te brengen? Zoals ik al gezegd heb, ze zitten natuurlijk veel oudere mensen bij de koren. En mensen die ook aan het zoeken zijn, zijn over het algemeen ook wat oudere mensen. En die hebben graag een stuk papier in handen. En ja, je moet maar op het idee komen om te gaan zoeken op www.apeldoornsekorenfederatie.nl. Want daar denken mensen vaak niet aan. Als ze een boekje ergens zien liggen en ze mogen het gratis meenemen, dan zijn ze al gauwer geneigd om te gaan kijken in zo'n boekje van wat zijn de mogelijkheden. In totaal zijn er 60 zangkoren die aangesloten zijn bij de Apeldoornse Korenfederatie. Maar dat zijn ze niet allemaal. 60 koren in Apeldoorn, wist u dat? Het zijn er meer dan 60. Er zijn er 60 bij de Korenfederatie, maar we hebben meer dan 100 koren in Apeldoorn. Meer dan 4000 mensen die zingen. Ja, dat wist ik. Zingen blijkt goed te zijn voor je humeur, maar ook voor de gezondheid. Zingen is zeker gezond. Als je 's ochtends opstaat en je begint met een lied, dan word je vanzelf blij. En als je zingt, krijg je veel meer zuurstof binnen. Het is goed voor je bloedsomloop. Je treedt heel blij het leven tegemoet. Heeft u wat met zingen? Jazeker, ik kan er heel erg van genieten. In de bibliotheek van CODA in Apeldoorn konden mensen met hun vooroordelen in gesprek gaan met mensen die een niet-alledaagse achtergrond of overtuiging of een andere huidskleur of geaardheid hebben. Of zoals de organisatie het noemt, Human Library, praten met levende boeken. Wat is Human Library? Human Library is een evenement dat georganiseerd wordt om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En het is eigenlijk georganiseerd om je vooroordelen te ontmoeten en met levende boeken in gesprek te gaan en zo een nieuwe wereld binnen te stappen. Waarom is voor deze vorm gekozen? Het wordt hier vandaag in de CODA bibliotheek georganiseerd door het Europa Direct Informatiebureau. En er is voor deze vorm gekozen omdat het een hele laagdrempelige manier is voor mensen om andere mensen te spreken die ze in het dagelijks leven niet zullen ontmoeten. Is het een vreemde ander? Maar wat is tegenwoordig nog een vreemde ander? Ja, er is natuurlijk het internet en je kan eigenlijk alles ter wereld kan je opzoeken. En daar kan je voorbeelden van verzamelen of misschien YouTube-filmpjes van bekijken. Maar er is niets meer waard dan de mensen daadwerkelijk ontmoeten, hun verhaal te leren kennen en met hen in gesprek te gaan. Dat zorgt toch voor een verdiepende relatie, zodat je misschien anders tegen de zaak aan gaat kijken. Praktisch iedereen heeft zo zijn vooroordelen en handelt of reageert daar ook naar. In CODA waren onder andere een transgender, iemand met veel tatoeages, een prostituee en een homoseksueel bereid om met mensen te praten die vooroordelen over hen hebben. En wat zijn je eerdere ervaringen met dit project? Want je hebt het ook al in Groningen gedaan. Ja, ik heb 2 jaar geleden, toen mijn vriendin een boek was, heb ik een boek geleend. Ook ik heb vooroordelen natuurlijk. En ik heb een heel aangenaam gesprek gehad met iemand. En kwam gedurende dat gesprek tot de realisatie dat de vooroordelen die ik had eigenlijk helemaal niet bestonden. Want hoe hij erover dacht, dacht ik er eigenlijk ook over. Alleen
ik noemde het anders. En als je die realisatie krijgt, dan denk je van, ja, we zijn niet zo raar onderling. Je probeert de verbindende elementen te vinden in zo'n gesprek. En dat is eigenlijk de hele bedoeling van deze Human Library. Proberen mensen bij elkaar te brengen. Je merkt dat je toch nog wel anders bekeken wordt, met name omdat ik ook zichtbaar getatoeëerd ben. Dat mensen toch wel anders tegen je aankijken. Op een of andere manier plaats je jezelf een beetje buiten de maatschappij. Terwijl ik gewoon een normale jongen ben en een normale baan heb. En ja, gewoon liefde voor tattoos heb. En dat graag wil delen met mensen. Ja. En wat merk je in het dagelijks leven dat ze je anders aankijken? Of? Met name de oudere generatie loopt toch wel wat sneller met een boog om je heen. Wat ik net in het voorgesprek ook al zei, voor zat ik in de sales, liep ik netjes in een pak met een stropdas. En als je dan de winkel in loopt, wil iedereen je ineens helpen. En als ik mijn t-shirtje de winkel in loop, dan wordt ineens mijn geld gecontroleerd, zeg maar. Dus je merkt gewoon dat mensen toch een beetje terughoudend zijn. En wat wil je hier bereiken? Ik hoop het gesprek aan te kunnen gaan met mensen en te laten zien dat, ondanks dat ik getatoeëerd ben, helemaal niet buiten de samenleving val. En gewoon een normale jongen ben die liefde voor tattoos heeft en dat juist graag deelt met andere mensen. Vandaar ook mijn baan in een tattoo shop. Jeroen, welk boek beeld jij uit hier? Prostitutie. En is er nog een groot vooroordeel over hier? Ja, heel veel. Ja. En wat zoal? Mensen hebben er toch vaak een bepaald beeld bij. En dat wil ik toch wel een beetje proberen te veranderen. Waarom vind je dat zo belangrijk dan? Omdat de prostituee eigenlijk ook maar een mens is. En dat wil ik vooral ermee zeggen. En ik denk dat het prostitutieboek hier het meest shocking is. Of het meest voor onbegrip zorgt. Merk je het zelf ook? Tot nu toe nog niet echt. Vooral de nieuwsgierigheid merk ik van de mensen. Ja. Bepaalde soort mensen dat nieuwsgierig is? Alleen mannen of ook vrouwen? Nee, tot nu toe alleen vrouwen. Weet je hoe het er komt? Nee, nog niet. Nee. Joran Matena, PR van Human Library, heeft soms ook vooroordelen. Maar zijn er tegenwoordig nog veel vooroordelen, denk je? Ja, ik denk het wel. Als ik naar mezelf kijk, dan dingen die je niet kent, die ga je toch op een bepaalde manier invullen. Totdat je met iemand verder in gesprek gaat en er eigenlijk achter komt dat de wereld misschien wel heel anders in elkaar zit dan je van tevoren hebt bedacht. Je had net een voorbeeld. Kan je dat nog eens toelichten? Ik heb bij een van de eerdere edities heb ik zelf een keer een gesprek gehad met een ex-verslaafde, ex-crimineel. En dat was eigenlijk een meneer waarvan je dat, als je die in de hoofdstraat tegenkomt, niet van zou verwachten. Maar daar zat een heel bijzonder verhaal achter. Dus toen merkte ik bij mezelf dat het toch ook wel mogelijk is om vooroordelen te doorbreken. Bezoekster Daniel Linde had een gesprek met Bas Koers. Hij is homoseksueel en heeft in zijn dagelijks leven regelmatig te maken met vooroordelen, maar ook met geweld. Je bent net bij het boek Bas geweest. En Bas is homo. Wat is er zo vreemd aan het boek homo? Ik vind daar zelf niks vreemds aan. Maar ik denk wel dat er heel erg veel vooroordelen zijn. En wij waren vooral erg benieuwd naar wat die vooroordelen dan zijn. En wat die impact daarvan op Bas is. Ja. Wat denk je wat de vooroordelen zijn die Bas over zich heen krijgt? De vooroordelen zijn denk ik vooral dat het zich uit in discriminatie richting Bas. En ook geweld heeft hij net verteld. En dat is erger dan dat ik zelf dacht dat het was. Geweld, Bas? Nou ja, helaas wel. Ja, ik moet een beetje om lachen, maar het geweld, maar op een serieuze manier. Dat ik wel echt wel had moeten vrezen, ook een keer voor gewoon om niet neergestoken te worden. Ik bedoel, dat gaat niet in de koude kleren zitten en dat is iets wat heel veel mensen ook wel ervaren. En naast bedreigingen heb je natuurlijk ook gewoon met een scheldpartij te maken. Die ook natuurlijk wel mentaal een hele impact op mensen kunnen hebben. En dat is wel zorgelijk. Zijn je vooroordelen bijgesteld? Eigenlijk wel. Maar ik ben nog wel heel erg benieuwd naar onder andere de Reiki Master en de prostituee. Want ik denk dat dat wel heel erg bijzonder is. Dat ze ook ervoor openstaan om zelf erover te gaan praten. Human Library in Coda werd druk bezocht. Het hele veld van atletiekvereniging AV34 in Apeldoorn wordt de komende maanden grondig aangepakt. Dat moet omdat het veld niet meer voldoet aan de huidige atletieknormen en is in feite daardoor afgekeurd. De Atletiekunie heeft gezegd, we gaan geen vergunning meer geven voor het vervullen. Het is afgekeurd? Afgekeurd, dus we moesten wat. En dan, vorig jaar is het al een beetje ingezet, al kunnen we wat gaan doen met die baan. Het heeft stilgelegen met het oude bestuur.
Maar we hebben toen gezegd, dan moeten we nu ook doorpakken. Willen we dus dit jaar die baan voor elkaar krijgen. En ja, dan is het eigenlijk weinig keus. Als je dus de gemeente daarmee krijgt en ook de gelden worden toegewezen, dan moeten we de baan gewoon gaan beginnen. Dus we, had 1 mei had ik gepland, ja dat kon allemaal niet. Van 1 mei, dat halen we nooit, dat hebben we dus wel gehaald. Dus we hebben nu nog 4 maanden de tijd en ik hoop dat we eind september gewoon die baan gereed hebben voor onze 1000 leden. Dat is verhaal. Een ander probleem waar de vereniging mee te maken kreeg is dat hun terrein op historische grond ligt. Daarom wordt het nieuwe sportterrein een stuk hoger aangelegd. Zoals je ziet gaan we nu beginnen met het afhalen van het kunststof. Dat gaat een paar dagen duren. En daarna zal direct doorgegaan worden om het asfalt waar we nu op staan, om dat er ook uit te halen. En vervolgens zit daar nog lava onder wat er uitgehaald moet worden. Omdat we de baan 20 centimeter moeten ophogen, moet dat er allemaal uit. Normaal gesproken zouden we het asfalt laten liggen, omdat het op heel veel plekken in goede conditie is. Maar omdat de baan 20 centimeter omhoog gaat, moet echt alles eruit. Dat ophogen van 20 centimeter heeft te maken met archeologisch gebied. Ja, klopt. We hadden de keuze om of te gaan ophogen en daarmee qua tijd en qua financiën ongeveer weten waar we aan toe zijn. Of we konden ervoor kiezen om bij alles wat we zouden gaan doen de archeologen mee te laten lopen. En dan is de factor tijd en de factor geld is heel onzeker omdat je nooit weet wat je tegen gaat komen. Door nu de baan 20 centimeter op te hogen hoeven we voor heel veel dingen die de grond in moeten niet dieper als 40 centimeter de grond in. En dat is voor de archeologen geen bezwaar. Maandag werd voor deze grote klus het officiële startsein gegeven. Dat werd gedaan door Theo Hoeks van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, de voorzitter van AV34 Roel Visser en door de wethouder van sportzaken Nathan Stukker. De hele klus gaat bijna 2 miljoen euro kosten. Die kosten worden door zowel de gemeente als door de vereniging betaald. Ja, we hebben natuurlijk van begin af aan al vrij snel tegen elkaar gezegd toen we met de renovatie bezig gingen. Laten we er nou voor zorgen dat we niet met alternatieven aankomen. Maar laten we nou proberen om hier gelijk in één keer de mooiste baan van Nederland neer te leggen. Waardoor je als vereniging ook weer een aantal jaren vooruit kunt. Maar waardoor je ook mensen buiten de vereniging kunt helpen. Nou, dat betekent dat daar een financieel plaatje aan zit. En daarmee zijn we eerst binnen de vereniging gaan kijken van wat kan de vereniging financieel dragen. Want dat is het belangrijkste. De vereniging moet het aankunnen. En wat er dan als bijdrage van de gemeente moet komen. En dat hebben we in een plan gezet en daarmee zijn we naar de gemeente gegaan. We hebben de afgelopen maanden, toen de baan ook werd afgekeurd, veel aan tafel gezeten. En het klopt dat wij als gemeente een groot deel van de investering doen. Maar ook AV34 neemt een groot deel voor haar eigen rekening. En heeft daar gewoon een goed plan onder liggen. Dus dat overtuigde mij als wethouder ook wel dat we dit moesten doen. Ja, nu heb je dus ook Apeldoorns die zeggen van ja, er wordt wel 1 miljoen uitgegeven aan AV34. Maar daarnaast wordt er wel beknibbeld op die kleine stadse evenementen zoals bijvoorbeeld het bierfestival. Ja, de vraag is of dat laatste zo is. Hè? Maar los daarvan, het zijn wel heel veel verschillende potjes waar wij als gemeente natuurlijk over beschikken. Dus we moeten appels met appels gaan vergelijken. En als ik dan kijk naar hierin, naar AV34, hebben wij gezegd, ja, dit is zo'n grote investering voor alle Apeldoorners waar heel veel mensen gebruik van maken. Ja, dat kunnen we niet alleen terugleggen op de vereniging. Vandaar dat ik het verantwoord vind om een deel ook als gemeente Apeldoorn te betalen. Om de kosten te drukken waren er de zaterdag ervoor zo'n 40 vrijwilligers en leden begonnen met het verwijderen van de tegels op het terrein. Het nieuw aan te leggen sportterrein moet straks voldoen aan de internationale atletieknormen. We hebben altijd een oude baan gehad. Nou ja, oude baan. We hadden een normale zes baans atletiekbaan. Maar dat is dus in deze wereld op het ogenblik niet meer nodig. Als je wat wilt, je wilt een NK organiseren of een Europa Cup of wat dan ook. Is grotere wedstrijd, heb je 8 banen nodig. Daarnaast hebben we ook 10 sprintbanen gemaakt. Want we hebben natuurlijk veel leden en veel groeperingen die gebruik maken van de baan. We hebben het kogelstoten aangepast, de discuswerpen. We hebben allerlei ringen anders geplaatst dan tot nu toe. Dus eigenlijk is deze baan helemaal vernieuwd in die zin dat we het overal voor kunnen gebruiken. Hoe ziet nou straks die nieuwe baan eruit? Ja, dat gaat. Nou ja, hij wordt in ieder geval gerenoveerd. Hè. Er komt een hele nieuwe toplaag op. Maar daarnaast gaan we ook uitbreiden. We gaan van 6 rondbanen naar 8 rondbanen. We krijgen aan beide lange zijden 2 extra sprintbanen, dus dat wordt 10 banen. We krijgen een nieuwe polshoog aanloop. De verspringer wordt helemaal gerenoveerd. Er komen nieuwe kooien voor discuswerpen en kogelslingeren. We zijn nog bezig om te kijken of we binnen het plaatje wat we nu hebben ook nog nieuwe hoogspringmatten en nieuwe polshooginstallatie kunnen krijgen. Er komt helemaal een kunstgras inloopstrook rondom de baan om het inlopen op de baan te beperken, maar ook onze Nordicus een ruimte te geven om wat te kunnen doen.
Waarom kunstgras en geen echt gras? Omdat je wat we nu vaak zien met regen, als het nat is, dat je door de modder heen moet lopen, waardoor het glad wordt, waardoor het vervelend wordt om in te lopen. En dat willen we niet. Als we toch de mogelijkheid hebben om dat te doen, dan willen we het ook in één keer goed doen. En dan dat de mensen ook, ongeacht het weer, kijk, als het sneeuwt, ja oké, dan houdt het op. Maar met regen geeft kunstgras veel minder gladheid en modder als gewoon gras. Als alles volgens planning verloopt, moet het nieuwe sportterrein van AV34 over 4 maanden klaar zijn voor gebruik. In het Bolwerk werd maandag het 25-jarig bestaan van de Chinese vrouwenvereniging Apeldoorn gevierd. Uit heel het land kwamen Chinese vrouwen naar Apeldoorn toe om bij dit feest aanwezig te zijn. We zijn nou niet stil. Nee, gezellig bij elkaar. Die Chinezen komen voor verschillende landen. Soms Maleisië, China, Hongkong. Ik kom uit Hongkong. En ook Singapore, Taiwan en zo. De vereniging was destijds opgericht om meer contacten met elkaar te onderhouden. Dus voor die tijd, 25 jaar geleden, hè, toen wij komen in Nederland, is het zeg maar, is een beetje stil. Oude kinderen oppassen en zo. En dan door de mensen naar kinderen naar school, naar Chinese school brengen. En sommige moeder is bij elkaar en vertellen hoe is het met de kinderen en zorgen en zo. En na de tijd, en we hebben 1 groep bij elkaar, dus de groep steeds wordt groter. Want die allemaal vrouwen bij elkaar helpen. Hè? De vereniging doet de laatste jaren veel voor haar leden en nieuwkomers. Zo geven zij voorlichting op tal van gebieden en zijn behulpzaam bij het inburgeren van Chinese vrouwen. Maar elkaar ondersteunen in goede tijden en slechte tijden hoort daar zeker ook bij. Waarom bent u bij deze vereniging aangesloten? Nou, toen tijd geleden, dan, ik kende die kinderen naar Chinese school. En dan meer kennen voor Apeldoorn die Chinees. Ik woonde eigenlijk in Deventer. Dan, ik wil 41 jaar hier, dan even dat ze niet zoveel Chinezen. Daarom ik wil pakken aan deze Apeldoorn samen met die met Fao Tang. En ja, meer contact hebben met Chinezen. Veel meer contact voor Chinese contact en dan veel meer leuke dingen doen. Ook soms wij wel ook wel een takken uit reis maken. Dat vind ik wel leuk. Het 25-jarig bestaan werd vooral gevierd met heel veel optredens en met zelfgemaakte lekkernijen. En de Chinese mannen, mogen die ook komen? Jawel, mag wel komen. De meeste wel Chinese mannen, als ze wel werken. En dan niet zoveel tijd als ze vouwen altijd met de meer kussen, met de mensen, meer leuke dingen doen en zo. Uw vereniging bestaat 25 jaar. Heeft u nog mooie plannen voor de komende 25 jaar? Het is een lange leven, hè? 25 jaar. Ik hoop, ga door en even ook helpen voor de Chinese vrouwen bij elkaar. Dus als iemand zeg maar, ziek is, we helpen ook. Ondanks de kou en een enkel buitje was het tijdens Koningsdag in het centrum van Apeldoorn erg druk. Op de kleedjesmarkt werden niet alleen goede zaken gedaan, maar begon de verkoop al heel erg vroeg in de ochtend. Hoe vroeg had je de eerste klanten? 7 uur denk ik. Je was nog aan het uitpakken? Ja, dat gaat echt heel vlot, ja. Hoe gaan de verkopen verder? Ja, supergoed. Vanmorgen om 7:30 begon het al met schilderijen en van alles. We waren eigenlijk nog niet eens uitgepakt of mensen die kopen al alles op. Dus gaat supergoed. Om 11:00 werd er in het Oranjepark Koningsdag officieel geopend door burgemeester John Berends.
Daar waren de mensen die die dag daarvoor een lintje hadden ontvangen bij aanwezig. Het was een tussenzin die onze koning gisteren gebruikte tijdens het interview, maar ik vond hem wel heel sprekend. Den Haag geldt als de werkstad voor de koninklijke familie. En hij gebruikte toen het woord looluimeren en dat is Apeldoorn. Hier vindt de koninklijke familie zijn rust. Dankzij u. Ik wens u een heel fijne Koningsdag toe. Hij is geopend. Om het koninklijk verleden van Apeldoorn te onderstrepen, waren onder andere ook koning Willem III en prinses Mary op het koningsfeest aanwezig. Koning Willem III mocht het eerste koningsbiervat letterlijk aanslaan. Oké, gewoon lekker slaan. Harder. In één keer. Ja, hoor eens maar even. Wacht. Ja, ik zal het proberen. Even kijken. Ja! Vriend de koning. Op de kermis was het ook erg druk. De exploitanten deden die dag goede zaken. Het nieuwe concept om alleen maar attracties te plaatsen die voor het hele gezin toegankelijk waren, bleek goed te werken. Zowel bij het Lunapark als bij de Crazy Dance stond een rij wachtende mensen. De rit van deze attractie was opvallend lang. Ik stond te kijken en ik denk hij blijft maar doorgaan. Had je dat idee ook niet? Ja. Maar het was wel leuk. Was wel leuk. Nieuw op de kermis was deze aparte attractie. Heel veel jeugd daagde elkaar uit om aan dit spel mee te doen. Maar ook voor de kleintjes was er genoeg aanbod. In de smalle Kapelstraat kon je letterlijk over de hoofden lopen. Dat was met Koningsdag zo en de avond en nacht daarvoor, tijdens de Prinsennacht, al niet anders. Toen werd zelfs de straat tijdelijk even afgesloten, omdat er niemand meer bij kon. Prinsennacht als Koningsdag verliepen vooral feestelijk zonder noemenswaardige incidenten. Morgen is het bewolkt met in de ochtend kans op een enkele bui. De wind is matig en het wordt rond de 14 graden. In de avond en nacht is het bewolkt, maar blijft het droog. De wind is zwak en het kwik daalt naar de 7 graden. Dinsdag en woensdag is het overwegend bewolkt met op beide dagen kans op een enkele bui. Overdag wordt het 13 graden en in de nacht 7 graden.